belangrijke oefenzegen, want zo mogen we het wel stellen, hè, vlak voor het EK. Ja, iedere wedstrijd die je nu speelt is belangrijk, omdat je de spelers voor de laatste keer kan zien. Die eventueel in aanmerking komen voor de selectie voor Jong Oranje. Wat was het voor een wedstrijd tegen Jong Noorwegen? Het was een hele lastige wedstrijd, omdat we al na 10 minuten tegen 10 man kwamen te staan. Noorwegen is al niet een ploeg die echt spankend aanvallend voetbal wil spelen. Dus die gooide er een handbalverdediging tegenaan. En hij scoorde ook nog eens een keer in de tweede helft. Kreeg ook nog eens een strafschop om de 0-2 te maken. Nou, dan was het wel heel moeilijk geworden. Maar aan de andere kant hadden wij natuurlijk al met 3-4 nog voor moeten staan bij de rust. En gelukkig na de 1-0 en het pakken van die strafschop, toen werden we steeds beter. En toen ging het heel snel, van 0-1 naar 4-1. Je begon niet met de sterkste opstelling op papier. Waarom was dat? Ik wilde iedereen laten spelen. Ik had afgesproken dat de jongens die niet in de basis stonden in Israël, die stonden vandaag of dan gisteren wel in de basis. Nou hoorde je wat ophef over het opstellen van Rajiv van La Parra. Ja, hij was betrokken vorige week bij een aanrijding, de Rotterdammer. Wat was jouw keuze om hem toch te laten starten? Nou, het was voor mij niet zo moeilijk, want wij hoorden pas morgens, dus op de wedstrijddag hoorden wij dus dat er wat aan de hand was. Dat het in onderzoek is bij de politie. De club wist eigenlijk ook nog niks. Die zouden vandaag, of de afspraak was dat ze vandaag met Rajiv om de tafel zouden zitten. Ja, dan voel ik me niet geroepen om al de heilige paus uit te gaan hangen en dan te zeggen van hij mag niet spelen. Ik vind eerst dat het onderzoek moet worden afgewacht en dan pas kan nu in dit geval de club maatregelen nemen als het nodig is. Nu weten we dat de Rotterdamse inbreng bij Jong Oranje groot is. Nou, een doelpunt van Duarte, 2 van Wijnaldum. Was Wijnaldum zo goed als ze 2 doelpunten doen vermoeden? Nou, ik moet zeggen, hij deed niet slecht. Ik was heel blij met hem, want het is natuurlijk een prachtige, een hele fijne jongen. Hij wil zo graag op die teampositie. Alleen, ik heb hem ook heel duidelijk gezegd dat hij daarvoor normaal gesproken niet in aanmerking komt. Omdat ik daar genoeg spelers voor heb. En hij moest zich gaan richten op die rechte buitenkantpositie in de vrije rol. En daar kan hij fantastisch spelen. En alleen, hij moet er zelf in geloven. En ik heb hem dat nu weer uitgelegd. En ik geloof dat hij die wel begrepen heeft. Je hebt van Louis van Gaal, de bondscoach van Nederland zelf, carte blanche gekregen wat betreft dadelijk het EK in Israël. Betekent dat dat jij al die jongens ook daadwerkelijk gaat benaderen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik moet gaan kijken wat het beste is voor het team. En ik praat niet over het elftal, maar over het team. Want er zullen natuurlijk ook jongens bij zijn die in Nederland zelf hebben gespeeld, die op de bank komen te zitten bij Jong Oranje. Dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording. Ja, daar moet je mee om kunnen gaan. En mensen die daar niet mee om kunnen gaan, die kunnen weten van tevoren zeggen dat ze daar moeite mee hebben. Dan neem ik ze niet mee. Want de selectie die jij nu de laatste 2 wedstrijden hebt laten spelen, ja, daarvan kunnen er best wel veel gaan afvallen wanneer er daadwerkelijk veel jongens van het grote Oranje komen. Lijkt me frustrerend voor die jongens. Ja, er komen er 7, 8, misschien 9 bij. Nou, dan we gaan naar 23 man, dus er blijven nog wel heel wat over. Dus het valt nog wel mee. Hoe gaat de rest van de voorbereidingen nu voor je uitzien totdat EK in juni daadwerkelijk plaats gaat vinden? Nou, we hebben natuurlijk nu dat we heel veel gaan scouten. Hè. Ze moeten vormbehoud tonen, zoals dat bij de Olympische nominaties ook is. De 17 mei komen we bij elkaar, de eerste sessie van 3 dagen in Doornmert, zo goed als zeker. Dan hebben ze een dag vrij en dan komen we weer 3 dagen bij elkaar. En dan hebben ze weer een dag vrij en dan gaan we naar Haifa. En dan gaan we ons ook in de temperatuur gaan we ons aanpassen. Ja, ongetwijfeld hebben de spelers er al zin in. Hoe zit het met de trainer? Begint dat EK er ook echt te leven bij? Nou, dat leeft al een tijdje, want dat merk je gewoon aan alles. Ze willen er zo graag bij zijn en iedereen is gewoon gespannen of ze er wel bij komen. Dat is ook wel weer leuk.